Tijdens de 100ste Vierdaagse onderzoekt professor Maria Hopman van het Radboud UMC de wandelprestaties van de 100 oudste wandelaars. Over de gezondheid van vitale ouderen is namelijk nog maar weinig bekend. Maar we gaan ook op zondag en maandag een groot aantal basismetingen doen. Bijvoorbeeld over cognitie, over kwaliteit van bloedvaten, spieren, spierkracht, functionaliteit. En dat kunnen we heel mooi vergelijken met een gemiddelde groep van die leeftijd of een groep die inmiddels in het verpleeghuis zit. Zodat we eigenlijk min of meer de extreme hebben in die leeftijdscategorie, de extreem vitale versus de mensen die nog wel leven, maar die wel in verpleeghuizen zitten. En daar kunnen we heel veel van leren over succesvol verouderen. Nou, we hebben een groep van 100 tussen de 83 en de 93 jaar oud. Ja, dus dat is een flinke leeftijd. En deze mensen gaan overwegend 30 kilometer lopen. Een enkeling loopt zelfs nog de 40 en dat 4 dagen op een rij. Dus dat is bijzonder. Nou, we gaan kijken naar hun lichaamstemperatuur. We kijken naar de vochtbalans. We weten dat oudere mensen een minder sterke dorstprikkel hebben. Dat is ook een groot probleem. Je hoort ook vaak op warme dagen overlijden er altijd wat meer mensen. Dat heeft daar onder andere mee te maken. Mensen drinken onvoldoende. Hoe zit dat nou bij deze groep? Is die zich daar wel meer van bewust? Hebben die wel een dorstprikkel? We gaan ook een aantal hele andere dingen bekijken die niet direct te maken hebben met hoe komen ze de Vierdaagse door, maar meer met hoe ziet een vitale ouder eruit en wat kan die nog? Kijk, we zeggen wel eens, je bent zo oud als je bloedvaten. Dat is misschien niet een uitspraak die elke leek kent, maar in de fysiologie geldt dat wel. Dus we gaan de kwaliteit van bloedvaten meten. Dat doen we met een echo-apparaat. Dat vergelijken we met jonge mensen, met 60ers, met 40ers. Het zou best kunnen zijn dat zij bloedvaten hebben die eigenlijk lijken op 40ers of 60ers. En dat mede bepaalt dat zij het nog zo goed doen. Maar we kijken ook naar spierkracht, we kijken naar loopsnelheid, we kijken naar balans. Dus echt functionaliteit. Hoe goed zijn zij nog in functionele taken?